In Van Liemt 1 op 1 praat ik met smaakmakers van Nederland. Ze komen uit de top van het bedrijfsleven, de cultuur, de politiek en de sport. Vandaag ben ik op bezoek bij makelaar en ondernemer Harry Mens. Hier in Lisse staat zijn laatste vastgoedproject, een crematorium nieuwe stijl. Nou, dit is dan de ontvangstruimte. Dat is een soort restaurant eigenlijk. En dan heb ik zeg maar, moet je maar eens even kijken daar, wat ik daar heb hangen. Even. Het is net schoongemaakt. Kijk, maar dat is wel, vind ik nou mooi wat daar. Zo zeg, ja, dat inderdaad, ja. Dat verwacht je niet. Hè? Nee, ja, ja. Maar je kan hier geen Herman Brood op hangen. Ze hebben er dus zeg maar op doek geprint. Ja. Hebben ze er 25 gemaakt. Ja. Met toestemming van het Rijksmuseum. En die heb ik gekocht, die vond ik nou precies hier passen. Ja. Maar er zijn er dus heel weinig van gemaakt. Het is een investering ook even geweest. Maar dit is echt. Hier straal je ook een soort. Je wil er klasse mee uitstralen. Ja, dit vind ik mooi. Dit crematorium kost 10,5 miljoen. En een gemiddeld crematorium kost 6,5-7. Dus ik heb 3 miljoen meer uitgegeven, maar daar heb ik ook iets voor teruggekregen. En dat extra geld, waar zit dat vooral in? Hier, dit stuk. Nou, dan heb je hier zeg maar, een vierde, daar komen nog mooie planten in. Om wat daglicht te krijgen, zeg maar, het moet niet te somber zijn. Hè? Nee, niet te somber, maar het moet ook weer niet te feestelijk. Nee, maar dit is net gewoon goed. Nou, hier hebben we dus een keuken. En iedereen is welkom hier. Ja. Je kunt een broodje kaas krijgen, maar je kunt ook een vijfgangen diner krijgen. En je kunt ook na afloop een biertje pakken. Nederland is toch niet zo gewend, maar als mensen mee willen naar de crematie, kan dat. Nou, dan is dit. Het zijn twee ovens. Ja. Eén brede. Ja. Nee, dat is serieus. Ja, voor zware mensen. Ja. Maar die kleine is dan gemiddeld en die en grote. Dit is de normale standaard maat. Dat is de normale. En dit is een extra ruimte. Nee, ik lach even, maar het gebeurt natuurlijk echt. Er zijn steeds meer mensen die voorzettelijk luiter gewassen zijn. Nou ja. Je doet het hier voor niks, toch? Twee maten? Nou ja, ik heb er sowieso twee, omdat je dan meer mensen kunt bedienen. Maar een grote en een kleine? Ja. Nou, dan hebben we hier. Nou, dus hebben we hier de parkeertuin, zeg maar, hè, voor de gasten. En de familie die komt dan zo aanrijden en die gaat daar weer zo terug. En om de buren wat privacy te geven, hebben we daar groen beplanting. Dat moet nog even dichtgroeien. Dat was een onderdeel van de afspraken. De buren die vonden het wel goed, maar die wilden dan wel dat ik hier een mooie groene zone maakte. Nou, snap ik dat ook van de buren. Ja, natuurlijk. Nou ja, dat is toch logisch, maar daar heb ik ze ook de zin in gegeven. Nou, dat groen hebben we daar ook, om die buren te beschermen, zeg maar. Ja. En dat groeit ook helemaal dicht en dan zit je echt een soort afgesloten geheel. En hier komt een groen grasveld met een uitstrooiruimte. Ja. En heb je hier, ja, in plaats van een graf, heb je hier een soort tombe waar je een ruimte kunt huren. En dan kunnen er twee of drie van die urnen in. Dus een familie kan dus in plaats van een familiegraf, kunnen ze hier zo'n ruimte huren voor 10 of voor 20 jaar, wat ze willen. En dan komt hier met mooie gouden letters op zo. En nou ja, dat is ook een manier. Harry Mens is makelaar te Lisse, maar vooral bekend geworden als presentator van het tv-programma Business Class. Mens was persoonlijk bevriend met Pim Fortuyn, die vele malen te gast was in zijn programma. Maar het lijkt me toch verstandig dat je on speaking terms blijft met de media. En, doe ik toch ook. En er wordt gezegd, ze hebben nu een chagrijn als minister-president en straks een driftkop. Wat is daarop tegen? Ja. Nou ja, jij zegt het. Als makelaar bemiddelt Mens vooral in bedrijfsmatig vastgoed en exclusieve woonobjecten. Binnenkort opent hij zijn nieuwste project, een crematorium. Welkom verder. Op steenworp afstand van zijn kantoor in Lisse. Nou, kijk even deze werkkamer. Hè. Er zijn een hele hoop foto's, daar ben ik altijd benieuwd. Bijvoorbeeld hier, dat is een foto die je eigenlijk nooit gezien hebt waarschijnlijk. Dat is mijn vader. Nee. Die is helaas heel vroeg gestorven. Toen was hij 51. Ja, en ja, ja 51, je, hè? Als, dat je, zou nu, je, als ja. je nu zegt, oud is die man, dan zeg je 80. Ja. Ik bedoel, dus kennelijk zijn we de laatste decennia gewoon jonger geworden. En dit is dus ook een hele trieste foto, niet de Rita Verdonk, dat is allemaal niks geworden natuurlijk.
In 11 september 2006 heb ik een sponsordiner voor de geregeld. Er zat een kasttekort van 25 mil. En ik heb me laten verleiden om dat op te lossen. Dus ik heb 25 mensen uitgenodigd. En die hebben die kas aangezuiverd. Maar daarna was die weer leeg, geloof ik. Dat is niet zo'n succesverhaal. Heb je toen met Rita Verdonk wel heel goed contact gehad? Ja, maar ik vind ze... ze is er niet aardiger op geworden, vind ik. In welke zin? Nou, ze laat iets zien van zichzelf wat ik toen niet zag. En had ik dat toen gezien, had ik er waarschijnlijk niet zo achteraan gelopen. En wat is dat? Nou, ze is stront eigenwijs. Echt, heel eigenwijs. Maar dat ben jij helemaal niet? Nou, anders. Dit is ook een mooie foto. Hier was Pim Fortuyn, had iets te veel gedronken. Het was net de puinhopen van Paas. Had hij net de eerste boeken, dat wilde hij per se overhandigen. En een heleboel mensen waren boos, want er zaten ook een heleboel niet-Pim-stemmers in de zaal. En toen riep ik hem tot de orde. Ik zei, Pim, je moet nou opletten, want je wordt straks premier. Dan moet je niet meer zoveel drinken. Maar zo'n drinken was het er ook niet. Nou, maar hij at niet. Dus na 3 glazen, dan liep hij op zijn handen, joh. En hier heb ik nog een mooie foto van Pim. Nee, ik ben echt een Pim. Pim is echt wel mijn grote liefde geweest. Hè? Ik ben geen nicht, overigens. Nee. Maar Dexter Stroppen zat het recht. Dat vond hij leuk. Dit is toch mooi, mijn 4 dochters. Nou, je mag er niet 1 uitpikken, maar je bent op eentje heel erg trots volgens mij. Hè? Een geweldige zangeres loopt erbij. Dat is deze, maar dat is Noor. Ja, die wordt een toptalent. Of het is het al. Ja. One time, lady, sweep your head. 2 times, shake like you don't care. 3 times, go and make him stare. No, no. Let's go. See, I don't know what you're doing to me. Oh, no, no. Trying to hold it, but I just want to scream. Beyoncé wordt het. Ja. Harry Mens werd 69 jaar geleden geboren in Lisse, het hart van de Bollenstreek. Hij is al ruim 40 jaar makelaar en presenteert sinds 1999 het tv-programma Business Class, dat iedere zondagochtend op RTL 7 wordt uitgezonden. Harry Mens is getrouwd en heeft 5 kinderen. Harry Mens onlangs begonnen met een crematorium. Waarom een crematorium? Nou, ik heb meerdere dingen in mijn leven gedaan die niet, zeg maar, voorspelbaar waren voor mij. Want ik ben natuurlijk van huis uit een ongoedgoed jongen. Nou is een crematorium ook een stukje ongoedgoed. Maar het kwam eigenlijk zo. Ik kende Heinz Winkels. En Hein, dat was een ondernemer uit Brabantse. Die had er 7. En die kwam ik altijd tegen in Saint-Tropez. En Hein kon dat heel kostelijk vertellen over zijn crematoriums. En gaat u op het terrasje, op de zon in Saint-Tropez, over crematoria te praten? Ja, nou, niet alleen over crematoria. Maar, maar goed, op een gegeven moment, dat inspireerde me. Er stond hier in de Bollenstreek een oude bollenschuur te koop. Wat eigenlijk helemaal niet paste in dat landschap. En dus de toenmalige wethouder Brekelman zei, joh, je had het al eens tegen mij over een crematorium. Zul je daar geen crematorium maken? Ik zei, nou, dat is een goed idee. Die wethouder kwam met het idee? Nou, ja. Want hij zei, ik ga met de provincie bespreken, want het was zo'n hele wedstrijd. Want je hebt hier natuurlijk vlakbij, tegenover het Keukenhof, en dat is een beetje een beschermd gebied. Ja. Dus normaal gesproken, als daar niet de een of andere oude bollenschuur had gestaan, had ik waarschijnlijk nooit vergunning gekregen. Maar de provincie die deelde zijn mening. Als je die rotsje nou lekker opruimt daar, dan geven wij toestemming om er iets moois te maken. Nou, ik heb iets moois gemaakt, vind ik. Maar dat heeft hij dus meteen tegen jou gezegd. En hij zei niet, er zijn nog meer kandidaten en daar gaan we uit kiezen. Nou, de Jardens, de Monuta's en de Dela's, die hebben allemaal hun opwachting gemaakt en die zagen het niet zitten. Dus, en waarom niet? Ja, nou, dat is een beetje een kartel. Dela heeft al een crematorium in Leiden. Jarden heeft er alleen in Haarlem. En dan willen ze dat gebiedje beschermen tegen zichzelf. Maar een beetje een kartel, je weet als je dit soort dingen zegt, dat is nogal een uitspraak natuurlijk. Nou, dan moet je waarmaken en daar gaan toezichthouders aan kijken. Ik heb in de Volkskrant een interview verteld dat ik dat dacht dat er een kartel was. En de maandag erop had ik de mensen aan de telefoon van de mededingingsautoriteiten. Nou, vind je niet zo gek ook. En toen hebben ze mij gevraagd wat ik er dan van vond. Ik heb ze op het spoor gezet wat ik niet goed vind en wat ik wel goed vind. En daar zijn ze op dit moment mee bezig om dat onderzoek te doen. En ze zeiden niet van, u bent er heel voorbarig met zo'n uitspraak. Nee, ze zeiden, dank je wel, daar gaan we het uitzoeken. Ik zeg, maar hoor ik er nou nog van? Nee, dat is niet gebruikelijk. Nee. Dus ze zijn er mee bezig. Ze zijn er mee bezig. Maar in ieder geval, zij kwamen. Uiteindelijk hebben ze zelf de keus gehad om op deze plek te gaan zitten. Ja, ze wilden het niet. Ze hebben het niet gedaan. Nee. Ze vonden het niet lucratief genoeg. Nou, weet je, ze hebben natuurlijk andere belangen. Die als je natuurlijk in Lisse een crematorium hebt en je hebt er één in Haarlem, dan zou dat best wel eens 100 crematies kunnen kosten in Haarlem. En als je Dela hebt in Leiden, zou dat best wel eens een paar 100 crematies kunnen kosten. Die gaan ze nu ook kosten, maar dan komen ze naar mij. Hoe werkt deze constructie precies? Hoe liggen de verhoudingen? Heb je daar geld in gestopt? Hebben anderen daar geld in gestopt? Het is zo dat
Het kost 10,5 miljoen. En daar heb ik zeg maar, samen met een compagnon de man een miljoen ingestoken. En de rest heb ik geleend bij de Rabobank in de Bollestreek. Via een Europese lening met goedkoop geld. En daar was ik erg blij mee. En de rest is door particulieren bij ingegaan. Ging dat vanzelf? Ging dat makkelijk, die lening? Ging, ja. Aanvankelijk wilde ik het bij particulieren alleen ophalen. Dat ging ook heel makkelijk. Maar dat bleek dus de mensen uit de Bollestreek te zijn die dan vervolgens een deposito bij de Rabobank ging opzeggen, want ze wilden het aan mij geven. Dus die Rabo zag het geld langzaam mijn kant uitvloeien en die belde toen op van, mensen, wat ben je nou aan het doen? Ja. Ik zeg, jullie hebben mij nooit gebeld. Hij zei, ja, maar wij hebben een speciaal Europees potje met geld en we willen graag met u zaken doen. Nou, toen ging ik naar de Rabobank toe en daar kreeg ik eigenlijk binnen no time 7 miljoen mee. En die andere 3,5 hebben we opgehaald. Ja, om deze reden dus, want die bank die dacht, laten wij het maar doen voordat ze weggaan. Het was een Europees potje. En dat was er gewoon. Ja, maar dat is heel kritisch geld. Dat mag je niet aan alle doeleinden besteden. Dus er moet echt iets fundamenteels gebeuren. Nou, dit was werkgelegenheid, nieuw en milieuvriendelijk. En dus alles bij elkaar was dat voldoende reden om dat goed te vinden. Heb je eerder zo makkelijk geld bij een bank op kunnen halen? Nou, de laatste 10 jaar niet, maar ik kan me wel herinneren dat in het begin van mijn carrière ging het heel makkelijk. In 78 pak je telefoon en dan haalde je 10 miljoen op. Ja. En dat ging toen heel makkelijk. Gewoon op je blauwe ogen, bij wijze van spreken. Nee, maar dan, je had een bepaalde staat van dienst, je had een goede balans en dat ging allemaal veel makkelijker. Banken zijn op dit moment verschrikkelijk. En straks, Harry Mens over de hypocrisie van de kritiek op business class. Er zijn mensen bij mijn programma geweest die de boel belazerd hebben. Maar diezelfde mensen die adverteerden in de Quote, diezelfde mensen stonden in de Telegraaf, diezelfde mensen hadden reclameborden staan bij Ajax, diezelfde mensen stonden in het Limburgs Dagblad. En vervolgens hebben ze in de nadagen zijn ze een keer bij mij geweest. En dan als het dan fout gaat, dan word ik eruit gelicht en de rest wordt me rust gelaten. Ik heb hier een citaatje, dat moest ik al opzetten. Dat kan niet waar zijn. Heeft Harry Mens dat gezegd? Ja, ik heb het 3 keer gezien. De mens is in de kern slecht. Afgewisseld met de mens is in de kern niet aardig. Nou, maar dat is echt je leven. Ja, dat is ook zo. Ja. Hoe kom je daarbij? Nou, ik vind dat gemiddelde individu, zeker in Nederland, is zeer egocentrisch ingesteld. En die is dus geen patriot. Er is geen Nederlander die blij is met het land. Nou ja, je zegt net zelf ook, al die regeltjes in Nederland, dat hoort ook bij dit land. Maar ik loop niet weg, ik ga niet in Zwitserland wonen, dat doe ik niet. Maar dat is iets anders dan zeggen, de mens is in de kern slecht. Dat gaat heel diep, dat klinkt als, iemand die flink wat butsen in zijn leven heeft opgelopen, die altijd toch weer gepakt is. Ik kom weinig echte oprechte mensen tegen, laten we het dan zo stellen. Maar ligt het aan die mensen of ligt het aan jou? Nou, dat moet je aan die mensen vragen, maar dat is mijn diagnose. Maar als je dat zegt, dat is ook nogal een arrogante opmerking, want dat betekent dat je zelf heel oprecht bent. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben van heel veel mensen die me goed kennen, een open boek. Nou ja, laten we dan, als je een open boek bent, dan kan ik alles aan je vragen en dan mag je alles vertellen. Bijvoorbeeld, je bent met allerlei projecten bezig, bijvoorbeeld op televisiegebied, ga je nog wat doen of niet? Nou, ik word altijd een beetje geprikkeld door dat Voetbal Inside. En ik heb al met wat collega's, zeg maar, we moeten eigenlijk een programma maken, TV Inside. En dan, zeg maar, ik denk dan aan Henny Huisman en zeg maar, Bert van der Veer en dan wat gasten erbij, die wekelijks, net als Voetbal Inside, de tv-programma's gaat commentariëren. En dat wordt dan een op zichzelf staand programma, los van Business Class? Uiteraard. Er komt straks een cameraploeg en die wil ons even spreken. En... Nee, die wil jou spreken. Nee, ze willen jou ook spreken. Nee, want ik heb tegen die gasten gezegd, ik wil er niks mee te maken hebben. Nou ja, maar zijn die jongens helemaal voor Jan Klaas hier gekomen. Nee, die komen voor jou toch? Nee, voor jou. Het is jouw programma, dus... Nee, maar ze komen voor jou. Nee, voor jou. Maar wil je wel er even bij blijven zitten als ik met ze praat? Dat moet je zelf weten. Nou, jij moet dan niet weglopen, dat ik want ik krijg. Nee, maar ik zeg niks dus. Jij zegt niks? Ik heb geen boodschap eraan. Nou, dus dat zal ik dan maar technisch nooit zeggen. Hij zegt niks. Nee. Nou, je mag zeggen wat je wil. Oké, we gaan zo even kijken. Ja, dit is zo slecht, dit. Ja, die Harry. Ja, die Harry, man. Hij gaat wel door, Harry. Hij is de met afstand.
afstand de slechtste interviewer in Europa. Maar hij zegt dat hij het speelt. Met afstand. Nee, maar hij zegt dat hij dat speelt. Ja, natuurlijk. Dat speelt hij wel heel goed. Ja, dat speelt hij wel heel goed. Ja. Maar hij zegt dat, je moet die mensen altijd een beetje... Maar Harry is, kijk, Harry is natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen, want... Iedere Jan Doedel die hij daar interviewt, die moet dan voor 10.000 euro betalen om geïnterviewd te mogen worden. Ja. Ja. Dus als je ijdel bent en de patiënten hebt, dan geef je die aan Harry en dan word je geïnterviewd. Maar... Ja. Nou Harry, wat vind je van dit moment? Nou ja, kijk, die jongens die drukken boekjes met leven waar niks in staat. En dan verkopen ze 350.000 boekjes en dan hebben ze weer een half miljoen. Dus het gaat weer nog harder dan bij mij. Dat is leuk, maar dat is... Toch ook in jij bak, René van der Gijp, zegt, hij is de slechtste interviewer van Europa. Nou, ja, ik weet wie het zegt. Hij is ook de slechtste schrijver van de wereld en omstreken. Maar ben jij een vrij goede interviewer geworden in de loop der jaren? Ik vind dat ik redelijk goed interview. Maar wat ik je zeg, ik bedoel, als ik het bij de publieke omroepen een talkshow zou hebben, zou ik het anders doen. Dat zou je ook willen? Ja, dat zou ik graag willen. En waar zou je dan willen zitten? Oh, dat maakt me niet uit. Elke omroep mag jou bellen? Ja. Ja, ja. Maar ja, dat ze het niet doen, kan ik me iets voorstellen. Zo heb ik ook nog een enorme wens. Als je met die kan vervullen, dat zou ik fantastisch vinden. Ik zou met Maestro mee willen doen. Echt waar, dat vind ik eigenlijk zo... veel liever. Nee, dat vind liever. Ik zo... Dat is zo'n wens voor mij om met Maestro mee te doen. Echt waar. Want ik kan namelijk heel goed dirigeren. Ik heb vroeger op het koor gezeten. Als de broeder ziek was, dus stuur mij naar Maestro en ik wil... Als jij nou belooft dat je ophoudt met business class, dan zorgen wij dat jij er aan mee kan doen. Wat dacht je daarvan? Maestro, nee, dan doen we niet dan mee. Doe je business. Nee. Nee. Wil van Hanegem, die zegt, die komt ook graag bij jou. Maar hij zegt wel, ja, alleen Harry heeft één ding. Hij luistert niet zo goed. Wel, nee, die Willem, dat is één grote act-man. Houd toch op. Nee, dat is geen act. Hij vindt echt... Kijk, die snor die je hebt in de gaten, het is gewoon een toneelstukje. Maar denk je dat hun geen toneelstukje opvoeren dan? Maar heel jouw programma is een toneelstukje. En de snor die zegt, hij is slim, want hij verdient er geld mee. Ja, maar die snor die verdient nog veel meer geld in het kwadraat dan ik. Met is nog slimmer dan jij. Met die boeken, ja, is er nog slimmer. Heb je nou, gaan ze een boek voor Van der Gijp, 350.000. Je bent de ACO op Schiphol, struikel je over die boeken. Die worden als koek gegeten door die domme mensen. Maar hoe kan het dat boek van jou dan niet... Als een mens wil. Nou, dat is niet waar, want ik heb 100.000 boeken laten drukken in één keer en ik was er 65. Ja, maar je gaf ze al gratis weg, toch? Ging het verhaal of niet? Nee, dat is niet waar. Ik heb er 65.000 verkocht en die andere 35.000 heb ik weggegeven. Maar dat is wel lang geleden, het boek. Hoe lang geleden is het? 20 jaar geleden. Is het niet tijd voor een nieuw boek? Ja, maar dan moet ik weer zo oprecht zijn en jij vindt dat ik dat niet ben en ik wil het voor jou niet worden. Nou, is er een reden dat je gewoon denkt, ik heb geen zin om alles te vertellen? Als ik alles wil vertellen, dan zou ik een bestseller hebben. Maar ik... Ik wil niemand pijn doen, dus ik doe dat niet. Dat komt er ook gewoon nooit, dat boek. Nee. I'm sorry. Waarom betaal je iemand voor een interview? Ik betaal Willem van Hanegem, die betaal ik. En ik heb tal van commentatoren die ik betaal. Die worden overigens ook door andere partijen bij RTL betaald. Dat is heel normaal. Ja, maar ik bedoel, als jij met iemand zit te praten, je weet wat ik bedoel. Je hebt een interview met iemand en je zegt, wat krijgen ze dan bijvoorbeeld? Of Nou, ik denk dat de gemiddelde... De Vries, die zit er regelmatig bij. Ik geloof dat hij 1.500 euro krijgt. Dat hangt een beetje van de kwaliteit van de... Maar als jij een gesprek voert met iemand van, laten we zeggen, een kwartier lang, een interview, dan, en ze komen in jouw programma... Dan moeten ze betalen. Maar en hoeveel moeten ze betalen dan, gemiddeld? Nou, ga er maar vanuit dat de televisie moet minimaal 1.000 euro per minuut opbrengen. En dat is ongeveer de regel. Ja, dus dan laten we zeggen een kwartier, dan ben je 15.000 euro, dat moeten ze dan neerleggen. Maar wat zijn de afspraken dan? Mag jij dan vragen wat je wil of niet? Nee, dan ben ik semi-kritisch. Ik bedoel, ik probeer... Semi-kritisch? Ja, nee, ik probeer dus wel to the point vragen te stellen, maar op een bepaald moment is de klant toch wel de koning. Precies, maar ik zou dan denken, dat is toch in de journalistiek anders. Je zegt net, ik wil oprecht zijn, ik wil vragen... Als je oprecht bent, wil je vragen wat je wil. Tuurlijk, maar in dit geval is het oprecht zijn door er niet onder stoelen of banken te steken, dat de mensen betalen. Dat weet iedereen, daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Waarom denk jij dat al die jaren lang dat er zoveel kritiek is? Of vind je, laat ik het anders vragen, vind je dat die kritiek altijd uit één hoek komt? Ja, natuurlijk, die komt uit de linkse hoek. Dat is gauw klaar. Nou ja, ik ben benieuwd als je dat zegt, want ik heb hier een citaat. Mag ik even dit voorlezen? Ik heb flink gekeken, inderdaad al die kritieken. Vaak inderdaad uit wat toen links genoemd werd en nu kwam dit. Een integre televisiemaker zal zijn kijkers op zijn minst wijzen op de risico's van bepaalde producten. Harry maakt het allemaal niet uit. Met moraliteit heeft hij in ieder geval niet veel op. Dat maakt het leven alleen maar ingewikkeld. Of het nou oplichters, witwassers of banken van de onderwereld zijn, het maakt allemaal niet uit als Harry schoorsteen maar rood. Ja, en zo gaat het nog een tijdje door. En dan wie roept dat? Even wachten.
De onfrisse geur die om deze rommelaar hangt, kan toch nooit reclame zijn voor de producten uit de show. Maar wie roept dat? En dan nog eentje. Maar wie roept dat? Ik zal het zo vertellen. Het lijkt me zo langzamerhand voor bona fide bedrijven een groot risico om bij Harry aan te schuiven. En dat is niet uit linkse hoek. Dat schreef John van der Heuvel in een column in de Telegraaf. Ja, John van der Heuvel. John die heeft dat later helemaal tegen mij herroepen. John was jaloers. Dat Willem Holleder of werd genoemd in het programma van Enstra die bij mij in het programma zat. Nou ja, je zei toen, dan kan ik gezellig een biertje mee drinken. Nou, dat is ook zo. Maar er zijn hele volksstammen die dat zullen onderschrijven. En hij zei toen ook bij Enstra, die had je op dat moment kritische vragen moeten stellen. Heb je niet gedaan. Willem Enstra was op dat moment dat hij in mijn programma kwam, was hij de dag ervoor, was hij vrijgesproken door justitie, dat hij geen enkele binding had met de onderwereld. En dat was de reden dat hij bij mij in het programma kwam. En dat was de uitspraak van de had je van de ook een afspraak met Enstra dat je daar dus niet nee, over zou hebben? Nee, want ik heb... We hebben het over Holleder gehad, want hij stond op de foto toen in quote met Holleder. En ik moet eerlijk zeggen, Holleder heeft mij nog nooit een draad dwars gezeten. En ik moet eerlijk zeggen, de keer dat ik Willem Holleder gezien heb, was een hele charmante man. En voor de rest, dat die man niet deugt, ja, dat is dan zijn probleem. Maar ik ben niet... Dus als jij hem in de uitzending, zou je hem uitnodigen? Nou, hoe heet het? Hij deed het wel bij College Tour. Ja, nee, Twan Huis, maar ik vraag het aan jou. Zou jij Twan Huis, die nodigde hem wel uit, die heeft er heel veel kritiek over gekregen. Ja, maar dat is een soort jij. En dan wordt die kritiek in de kiem gesmoord, want dat is een linkse broeder die dan toch niet echt op zijn donder krijgt. Volgens mij heeft Twan Huis enorm veel kritiek gekregen toen. Nou, dat valt wel mee. Nou, daar kun je volgens mij wel een stapeltje van maken. Ja, maar je hoort er weinig van. Die weddenschap wil ik wel met je. Je hoort er weinig van. Maar zou jij hem uitnodigen? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Jij ook? Waar zou je het met Holleder over hebben? Over het leven, hoe hij ertoe zo gekomen is op een slechte pad gegaan. En zou hij dan moeten betalen of niet voor het interview? Wat denk je? Dat hebben ze College Tour ook niet gedaan. Als jij hem kan krijgen, neem je hem ook. Dat weet ik niet, ik denk het niet. De kritiek die jij nu krijgt, althans toen kreeg van John van der Heuvel. Je zegt dat het kwam deels uit jaloezie voort. Maar ja, dat heeft dan met een vorm te maken. Maar die kritiek heb je dus veel vaker gehoord. Die onfrisse geur, want het is onduidelijk. Ik heb een knipseldienst en ik kan je de journalisten precies opnoemen die negatief over me schrijven en dat zal ik nooit veranderen. Dat zijn gewoon jaloerse linkse broeders. Heb je af en toe wel eens ergens spijt van dat je denkt, ik had dat eigenlijk niet moeten doen en daarmee heb ik mensen verkeerde been gezet? Nee, helemaal niet. Dat iemand bijvoorbeeld een financieel wanproduct komt aanprijzen en dat jij dan gewoon naar luistert en denkt, dat nou laat dat maar lullen. Dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen bij mijn programma geweest die de boel belazerd hebben, maar diezelfde mensen die adverteerden in de quote, diezelfde mensen stonden in de Telegraaf, diezelfde mensen hadden reclameborden staan bij Ajax. Diezelfde mensen stonden in het Limburgs Dagblad. En vervolgens hebben ze in de nadagen zijn ze een keer bij mij geweest. En dan wordt het, als het dan fout gaat, dan word ik eruit gelicht en de rest wordt met rust gelaten. Mag ik het woord oprechten nog even uitlichten? Dat vind je belangrijk. Als ik jou een idee in de hand kan doen, en misschien vind je het wel wat, en hoef ik niet eens voor betaald te krijgen, dat je bijvoorbeeld naar een interview van jou zit te kijken. Dat is ook een leuk spelletje voor de mensen thuis. Kun je ook over twitteren. En denk je, nou, dit is een interview, een betaald interview. En dan na een kwartier komt een rode bal in beeld. Het is een vrij interview, er komt een groene bal in beeld. Nee, maar op de aftiteling staat precies wie er betaald heeft en wie niet. Dus dat is eigenlijk jouw tip voor iedereen in de journalistiek die het hoofd boven water wil houden. Je moet gaan betalen voor interviews. Nee, dat maak jij ervan. Dat vraag ik aan je. Nee, dat maak jij ervan. Dat vraag ik aan je. Nee, het is een commerciële omroep, RTL. En de schoorsteen moet roken. En die moet of uit de reclameblokken komen of uit de non-spot reclame. En als je dus op een gegeven moment als je naar de televisie zit te kijken, dan word je constant geconfronteerd met allerlei reclame. En Unilever maakt reclame, Albert Heijn maakt reclame, ze maken allemaal reclame. Het programma dat je nu maakt bestaat sinds 1998. Ja. Het bestaat 19 jaar, dat is een behoorlijke periode. En al mijn adverteerders, die gewoon betalen, die zijn heel erg blij met me. En als het seizoen om is, staan ze weer opgesteld in rij van 10 om het contract te tekenen. Maar je bent op je 50ste begonnen. Je bent nu 69, 19 jaar. Ja. Dat programma, dat kan een einde hebben. Je zei net al, ik ben met een leuk tv-idee bezig. Kijk, natuurlijk heb ik het eeuwig leven niet. Maar zolang ik niet dementeer, dan ga ik gewoon door. En als dat wel gebeurt, dan hoop ik dat mijn dochters zo wijs zijn om me van het scherm af te halen. Maar dat is voorlopig nog niet door. Dus er zijn mensen die denken, wacht even, misschien gaat hij wel tot zijn 80ste door. Gaat hij dat nu zeggen? Ik ga dat maar door. Is er ooit iemand geweest die tegen je gezegd heeft, Harry, je mag doorgaan zolang het winstgevend is. Je mag doorgaan zolang jij ons betaalt. Of je mag doorgaan zolang het misschien niet meer goed is. Ik denk dat bij RTL het criterium is, zolang het winst oplevert, dan ben je welkom. Is het een goed programma? Ik vind van wel, ja.
Ik vind het leuk om hem even te zien. Hè. Een goed programma moet je voorbereiden. En dat doe jij ook op je eigen manier. Dat mapje, ik heb het voordat ik hier binnenkwam even ingekeken. Dan moet je eens pakken. Dit is het programma van de Vaart van de Zondag. Dat is echt, dit zo gaat dit. Hè. Dit is een map. Dit schrijf je zelf met pen daarin. Ja. En hier, dan zie ik allemaal lege pagina's. Ja, die moet nog gevuld worden. Dat wel. Je gaat niet alleen maar een naam erboven. En ik zie met deze meneer, die moet ik nog spreken. En dan praat je en dan heb je ongeveer 4, 5 vragen. Ik ga gewoon met pen daarin zetten. Nee, dan ga ik gewoon, dit is een beursmeneer, die komt in mijn programma. Dus dat heeft geen zin om dan, nu, het is nu dinsdag of woensdag. Nee, natuurlijk. Dan ga je zo kort mogelijk van tevoren. Vrijdag doen we dat. Ja. Dus dat is kort de bal spelen. Want je neemt het op. He. En Hans Wiegel die komt ook. En dan wacht ik eventjes de algemene beschouwing af voordat ik aan de gang ga. Want anders moet ik het 2 keer doen. Maar ja, je neemt het programma op. Het wordt op zaterdag opgenomen en op zondag uit. Maar we knippen er niet in. In die zin dat wat we opnemen zenden we uit. Waarom niet gewoon live? Nou, ten eerste dan zou het op zondag live moeten. Dat kost 3 dubbel. En dat kan me niet permitteren. Als je dat kon permitteren, had je dat dan liever live? Ik denk dat ik zou wel in zijn voor live hoor. Ja. Heb jij een coach die af en toe met je praat? Of die zegt, Harry, ik heb naar je gekeken en dit kan beter? Nou, Bert van der Veer heeft me een kwartier geprobeerd te indoctrineren toen ik net begon. Maar daar was ik gauw klaar mee. En sindsdien kan Bert van der Veer ook geen positieve dingen meer over me schrijven. Maar dat is meer zijn probleem, ik lach erom. Maar wat heeft hij je aangedragen? Waarvan je dacht, heb ik niet. Die man zat met zo'n pijp en die zat achterover en die zat zo de dokter uit te hangen, daar was hij kennelijk voor ingehuurd zo. En dan denk ik, joh, bekijk het lekker zeg. Dus ik was zo klaar met hem. En straks, de visie van Harry Mens op de Nederlandse politiek. Er zitten heel veel Kamerleden die of naar de Shell gaan, of net voor de Shell vandaan komen. Het is een soort opvangadres voor de Shell. Den Haag. Den Haag, daar wil ik het over hebben, over Den Haag en de politiek. Want je houdt ook van politiek, je volgt het op alle kanten, aan alle kanten. Je bent ook vaak heel kritisch op politiek. Ben je lid van een politieke partij? Op mijn 23e ben ik lid geweest in de gemeenteraad in Lisse voor de KVP, de Katholieke Volkspartij. Ja. En nou, die was achteraf zo rood als een kroot, want dat waren allemaal mensen van het NKV, de vakbonden die regeerden daar. Dus ik merkte in mijn stemgedrag dat ik meestemde met de VVD. Dus ik denk, nou laat ik dan ook gelijk mijn VVD worden. Ook lid van de VVD? Toen ben ik lid geworden van de VVD. Daar heb ik ook mijn opwachting gemaakt om in de Tweede Kamer te komen. Nou, dat was niet zo succesvol. Ze zagen me niet zo zitten. Ze wonden mij Maar ze zagen jou niet? Wie was het specifiek? Nou, met name Bolkestein en eigen, inmiddels dood, meneer Van Ardenne. Om er maar een paar te noemen. Die waren heel behoudend en bij de politieke partij moet je eerst 20 jaar de plantenwater geven en dan nog de tasjouw van Bolkestein. Maar Bolkestein wordt natuurlijk door veel mensen wel geprezen. Hij heeft veel navolgers in zijn partij ook gehad. Ja, en ik merk dat jij altijd heel boos op hem wordt. Maar is het vanwege die persoonlijke reden? Of ook omdat hij gewoon het niet goed gedaan heeft? Bolkestein vind ik gewoon een arrogante man. Een gefrustreerde meneer die bij de Shell weggegaan is omdat hij daar geen carrière kon maken. En die is toen in zijn nadagen daar geparachuteerd door de Shell in de Tweede Kamer. Dat doet de Shell vaker. Er zitten heel veel Kamerleden die of naar de Shell gaan of net voor de Shell vandaan komen. Het is een soort opvangadres voor de Shell. Ja, dat klinkt leuk. Maar aan de andere kant kun je zeggen, luister even, hij heeft ook het voor elkaar gekregen. Flink stel hersens, veel onderwerpen van op de kaart. Overgewaardeerd, arrogante man. Nou, ik zal de complimenten bij deze zijn ze overgedragen dan natuurlijk. Is dat de reden geweest? Nou, is dat de reden geweest om bij de VVD weg te gaan? Nou, dat is een van die mannen die was zo doodsbenauwd dat ik daar mijn opvang zou maken. Ik had op een gegeven moment ik had 30-tal spreekbeurten gegeven in het land, dat lieten ze me doen. En toen had ik heel veel afdelingen, die gingen ineens op mij stemmen. En toen zei ik, jongens, zet me naar plaats 59. Terwijl toen had de VVD 22 zetels. Ja. Dus geen gevaar. Ik zei, een rustige plek. Ook dat wilde hij niet. Zo bang was hij. Maar waarom was hij dan zo bang? Nou, omdat die politieke partijen, die zijn zo gestructureerd dat je wordt geselecteerd op je slaafsheid en op je kuddegedrag. En als je nou maar lang genoeg de tasjout van Bolkestein en de plantenwater geeft, dan word je vanzelf als Clemens Cornelie commissaris van de Koningin. Maar normaal gesproken is dat een functie ver boven zijn niveau. Maar waar onderscheidde je je dan, zodat Bolkestein bang van je was? Nou ja, in die zin heeft hij dan dat wel goed ingeschat. Ik neem geen blad voor mijn mond. En, nou, je zag het met Wilders. Wilders zat ook bij de VVD.
En die werd ook niet geduld op een gegeven moment. Maar ik wil weten, wat heb jij gezegd? Wat heb jij geroepen op die spreekbeurt? Dat Bolkestein dacht, ik ben ontzettend bang voor Harry Mens. Nee, het ging niet zozeer om de context die ik uitdroeg. Het ging meer om de persoonlijkheid. Hij was bang van me dat ik gewoon daar toch te veel, ja, niet in het gareel zou lopen. En dat zie je hetzelfde nu in Amerika. Trump is ook door de Bolkesteinen van de Republikeinse Partij aan de kant wilden ze hem zetten. Nu zien ze dat ze gaan nu dus schoorvoetend gaan ze akkoord met de komst van Trump. Ja. Maar Trump was natuurlijk ook een man die in de politiek in Nederland hetzelfde is. Trump, die wordt u vaak genoemd. Harry Mens, het Nederlands Donald Trump. Is dat overdreven? Dat is niet zo. Ik vind het eigenlijk jammer dat het Trump is. Ik denk dat er betere Trumpen zijn dan meneer Trump. Nou, wie dan? Nou ja, die ken ik niet. Ik ken de Amerikaanse collectie niet. Maar ik vind Trump, als persoon ben ik niet kapot van hem. Maar waarom niet? Nou, gewoon omdat ik vind hem te vulgair. In zijn vocabulaire, dat vind ik niet goed. Nee, maar wat hij doet en in zijn leiderschap? Hij neemt risico's en als ik dan moet kiezen tussen Hillary en Trump, dan neem ik Trump. Dan zou je toch op Trump stemmen? Ja. Als je kijkt naar Nederland, op wie zou je dan stemmen? Op dit moment, ik denk dat ik gewoon Rutte zou stemmen. Vind je Rutte een goede premier? Het is geen foute premier. Nee, een beetje zuinigjes. Goed is anders. Ja. Maar in de onnozele wereld van Den Haag vind ik hem redelijk in de kopgroep zitten. Ja. Maar waar zie je die onnozelheid dan vooral in Den Haag? Nou ja, ik vind, als je de gemiddelde Kamerlid, kan ik er nou niet op betrappen. De helft zou ik niet op de loonlijst willen hebben voor half geld. Nee. Nee. En dat heb je ook wel eens tegen ze gezegd als je met ze praat. Omdat je dan kun je fijn om voorbeelden te geven. Dat je zegt, kijk, dat gaat niet goed, dat doe je. Nee, ik vind gewoon, ze moeten naar een ander kiesstelsel gaan. Dat heb ik al eerder gezegd. Ze moeten naar het systeem, dat wilde Pim Fortuyn ook. Hè. Pim die wilde eigenlijk een 1-op-1 gevecht met Wim Kok. En daar is er nooit van gekomen. Maar Pim moest die ballast meedragen van die partij. En dat was een noodzakelijk kwaad. Dat was Pim niet verliefd op. Maar hij zegt, het is niet anders. Maar in Frankrijk is dat veel beter. Dan heb je een gekozen president. Dus laat ze in Nederland ook een gekozen premier nemen. En die moet dan 6 jaar aan het roer kunnen blijven. Zonder dat hij kan worden weggestuurd. Hij moet wel de macht hebben om ministers die niet functioneren weg te kunnen sturen. En voor mij mag Jan Marijnis in mijn kabinet, hoor. Nog steeds? Ja. Vind ik een goede vent. Zou maar sociale zaken laten doen. Als hij het nou zo goed weet, laat hij dan maar doen ook. Ja, en als hij dan fouten maakt, hoe gaat zo'n discussie? Hij kijkt volkomen anders tegen de zaken dan jij. We moeten toch een beetje dimmen. Je moet toch een klein beetje mijn lijn volgen. En als je dat niet wil, sorry, dan neem ik een andere minister. Wat dacht je van de inkomensverschillen verkleinen bijvoorbeeld? Er wordt een stevige discussie tussen jullie. Inkomstenverkleining? De inkomensverschillen? Die zijn in Nederland al heel klein, hoor. Ik bedoel, als je ziet wat de mensen boven een ton betalen. Ik weet niet of jij het SP-programma gelezen hebt, maar dat ziet er denk ik de economische paragraaf. Ik kan me niet voorstellen dat Harry Mens zich daar aan verschuift. Daar huur ik hem ook niet voor in. Als ik een minister neem, dan neem ik hem op zijn persoonlijke titel als Jan Marijnissen die sociale zaken zou moeten doen. In de tijd van Pim Fortuyn, hebben jullie ooit met z'n tweeën bedacht wie zou de ideale ploeg zijn? Nou, Pim wilde dat liever een 1-op-1 gevecht. Die wil ook een districtenstelsel hebben met mensen die dus zeg maar een district vertegenwoordigen. Dat zou veel beter zijn. Die mensen hebben veel meer voeling met de achterban. Maar ik bedoel, hebben jullie ooit met elkaar gezeten en gedacht over namen? Zet een leuk elftal neer, zet een tiental neer. Nou, Pim had geen overdreven mensenkennis, hoor. Dat moet je er wel bij zeggen. Nee. Als je heel aardig was tegen Pim, dan kon je hem inpakken. Moet u betalen om in het programma van meneer Mens te komen? Nee. Betaalt hij u? Dat gaat je niks aan. Dat was wel zo. Meneer Fortuyn, heeft u een deel van uw succes te danken aan meneer Mens? Ja, nou, aan zijn programma, ja zeker natuurlijk. Want daardoor was ik al gedurende een paar jaar, om de 14 dagen hier aanwezig. En ja, kunnen mensen je leren kennen. Dus ja, zeker. Heeft hij ook een slechte kant? Iedereen heeft een slechte kant. Hij heeft twee gezinnen. Oei, meneer Mens. En heeft meneer Fortuyn een slecht kantje? Uiteraard. Pim heeft geen gezin. Hij moest wel betalen dus of niet? Hoe zat het nou? Nee, Pim die betaalde ik. Die schreef ook een column op internet en daar betaalde ik hem voor. Ja.
Maar als je dit ziet, kijk je dan met enige ontroering naar terug of niet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik hield van Pim. Ik ga niet nou zitten huilen, maar ik kan over sommige... Als je ziet bijvoorbeeld die na 9-11, belde Pim op. Hij was niet aan de beurt. Hij zegt, Pim, ik moet in de uitzending. Ik zeg, nou, dat is goed. En als je dat betoog ziet van 9-11, ik zou haast zeggen, dit moet je nog even erbij halen. Dat moet je laten zien. Dat was fantastisch. Hoe Pim achter Amerika ging staan en hoe hij het over die jongens in Ede, die Marokkaantjes die dus de boel liepen op te zwepen en hoe hij dat zei en zo. Ja, dat is gewoon leiderschap. Natuurlijk, Pim was een natuurtalent. Het is jammer dat hij niet de kans gekregen heeft om te laten zien wie hij werkelijk was. Want hij werd natuurlijk, laten we eerlijk zijn, hij had 30 zetels, dat is 20% van het electoraat. En die andere 80% die haten hem. Kijk, nu is iedereen vriend met Pim. Ja, dat is makkelijk. Over de doden niks dan goed. Maar ik weet zeker dat Pim een prachtige premier had geworden. Hoor. In die rottijd die we nu achter de rug hebben, had hij het magnifiek gedaan. Weet ik zeker. Pim wist namelijk precies wat hij niet wist. En dat huurde hij in. En een heleboel politici die weten niet wat ze niet weten. Omdat ze helemaal niks weten. Had jij meegedaan met hem? Nee, Pim zegt we gaan... Zondag zat ik al het programma, maar nou op zaterdag op. Pim zegt, ik ga niet met de minister-president op vrijdagavond doen. Dat doen we niet meer. Hij zegt, we gaan live uit het katshuis. Hij zegt, kom jij live? Hij zegt, Pim zegt tegen mij, jij bent de enige die sleutel krijgt van het hek. Zegt Pim. Kijk, in deze tijd, merken, wordt er heel vaak gevraagd naar leiderschap. Hè? Ja. Een grote, stevige, sterke leider. Zie jij ze in Nederland rondlopen, goede leiders? Nou, niet veel hoor. De mensen die ik graag op de bok zou zetten, die hebben er echt geen zin in. En wie zijn dat? Nou, als ik bijvoorbeeld een Jan Albers neem, die man is net met pensioen, die is net 72. Dat zou een fantastische premier zijn. Maar Jan die lacht erom, die gaat liever varen op de Vinkerveense plassen. Ja. Ja, is het alleen maar omdat hij iets anders wil? Of omdat je ook denkt, ik wil niet... Het systeem is zo verrot dat weldenkende mensen, die gaan hun goede tijd er niet meer aan besteden. Zolang het kiesstelsel niet verandert, is er in Den Haag niks te beleven. Ik bedoel, het is één grote lijmpartij. Ik heb zo respect voor Rutte dat hij elke keer dat weet te lijmen. En er zijn veel te veel partijen. Ze moeten die kiesdrempel moeten ze naar 5 zetels gooien. Dat je 2 of 3 partijen over zou hebben, dan heeft het een beetje zin. Maar wat er nu gebeurt, nou komt GroenLinks weer opzetten. En dan de dierenpartij en dan weer de oudere partij. En dan weer die andere meneer, hoe heet die ook weer, die recent begonnen is. Jan Roos, die gaat het echt maken, weet ik zeker. Ja. Nou, die zittende elite lacht zich rot, want die gaat die stemmen weghalen bij Wilders. Dus hij is het middel om Wilders te bestrijden. En dat laten die anderen lekker, die jongens, aan hem over. Maar dat betekent een ander stelsel, dat is een belangrijk punt voor jou. Want jij kent meer mensen als Jan Albers, van wie de handen jeuken, die het wel zouden willen, maar niet in deze omstandigheden. Ik denk dat John de Mol geld genoeg heeft. Maar die zoekt uitdagingen, die gaat niet in de doodlopende straat lopen. Dus die wil, als hij mee wil doen, wil hij ook de baas zijn. Maar het probleem is ineens, kijk, dat is nu in Rusland. Poetin is weer gekozen voor 5 jaar. Nou, op een verschrikkelijke manier natuurlijk, want hij heeft de kluit gewoon in de maling genomen. Maar dat land accepteert dat en die hebben een leider en die man die wordt op handen gedragen. Erdogan wordt op handen gedragen. Als je nou ziet, Saddam Hussein, als hij daar nou nog gezeten had, hadden we veel meer rust gehad in het Midden-Oosten. Als ze Gaddafi hadden laten zitten, hadden we veel meer rust gehad daar. Want wat wij doen, wij dansen veel te veel naar de pijpen van de Amerikanen. Hè, en die willen een soort democratie opdringen, conform hun systeem. En er zijn al die landen nog niet aan toe. Dus dat moeten we niet eens willen. We moeten die mensen lekker laten gaan. Maar in ons eigen land, zeg je, moeten we ook naar een ander systeem toe. Maar ook met een sterke leider, die voor jaren, die, nou echt naar voorbeeld van... Ik denk de democratie, zoals die nu, die functioneert niet meer. Het wordt tijd voor een fundamentele verandering. Maar je noemde die net niet voor niets natuurlijk, het voorbeeld van Poetin. Je hebt ooit al eens ergens ook geroepen, een kleine Poetin. Die zou geen kwaad kunnen. Ja, ik denk dat als je straks Trump krijgt en die gaat bij Poetin op de thee en die zegt tegen die Poetin, jongen, we gaan eens even zitten. Al die helpers weg, zullen wij het eens even gaan regelen. Wat wil jij en wat wil ik? En dan gaat Poetin zeggen, dat wil ik en dat wil ik. En dan zegt hij, ja, Trump zegt, ik wil dat en dat en dat. Dan zit hij, nou, dat kan ik niet toestaan, maar dat kan je van me krijgen. En dan zijn ze klaar. En dan leggen ze zo, dan doen ze de deur weer open en zeggen, nou, Poetin, we zijn eruit. Wanneer gaan we varen met de dames? In Nederland hebben we ook een klein Poetintje nodig.
Klein land, maar kleine Poetin. Sociale Poetin, ja. Een sociale Poetin. Met even diep na te denken. Ja, sociale Poetin. Dat is toch leuk als we die nu even dan op tafel kunnen toveren. Rusland is een ander land dan Nederland. Laten we dat wel zijn. Nederland is natuurlijk een eigenwijs volk. Ja. Die willen eigenlijk alles vanzelf gaan. Maar niks gaat vanzelf. Dus ik denk dat er gewoon... het is toch belachelijk dat als ik in Noordwijk een dakkapel wil bouwen op mijn huis... dan kan er een meneer in Groningen bezwaar maken tegen een dakkapel in Noordwijk. Dat heeft Hans Vermierlo zo bedacht. Want er moest inspraak komen. Dat is toch belachelijk. Nou hebben we natuurlijk ook in Nederland wel grotere problemen natuurlijk aan ons hoofd. Hè? Die een kleine Poetin misschien in jouw ogen aardgas. Zou kunnen aardgas. Verhelpen. Nou, ze hebben Groningen die heeft last van aardgas, van die huizen. Dat is echt een probleem. Dat moet opgelost worden. Maar gaan we nou niet vertellen dat we kunnen stoppen met aardgaspompen? Er zijn vier. Nee. Dus er is geen politicus die dat hardop durft te zeggen. Maar we hebben ook immigratie, we hebben vluchtelingenproblematiek, we hebben te maken met terreurdreigingen. Zo kun je nog een hele lijst noemen. Nou ja, ik denk dat we de politie veel harder moet optreden. Als een Marokkaan in Marokko iets fout doet, dan laten ze hem alle hoeken van de kamer zien. En hier in de Kinkerstraat rijden ze een blokje om, want dan hoeven ze zich niet te confronteren met die man. Maar wie zou die sociale Poetin dan zijn? Want het is wel makkelijk om dat te noemen, maar dan wil je toch voorbeelden? Nou, als hij er zou zijn... Zou jij het kunnen? Ik denk dat ik heel ver kwam. Zou je het willen? Nou, nu niet in dit systeem. Want je loopt in een doodlopende straat. Nou, even, je wil 98 worden, maar ik ben toch bang dat je dat niet mee gaat maken, dat nieuwe systeem. Het zou slecht voor mijn hart zijn als ik er nu aan begon. Want daarom doe ik het ook niet. Want het systeem is niet goed. De spelregels moeten aangepast worden aan de nieuwe tijd. Maar jij komt veel mensen tegen. Ook neem ik aan, niet alleen door je programma, maar ook het partycircuit. Zijn er mensen die het af en toe wel eens in je oor fluisteren? Nou, ik zou die sociale Poetin wel willen zijn. Nou, dat zijn niet zo. Maar bijvoorbeeld wat Wilders nu wil met referendums, dat vind ik een goede zaak. Dat je 1 keer in een kwartaal een referendum hebt bijvoorbeeld. Dan geef je de mensen in ieder geval nog het gevoel dat ze iets te vertellen hebben. Nu gaan ze 1 keer de stem ook in en worden ze 4 jaar lang belazerd. Ik dank je voor dit gesprek, Arjen. Geen dank. Volgende week praat ik met behangkoning John van Zweden, die mij als kers op de taart ook een rondleiding geeft door zijn privé ADO Swansea Museum. Dit is ook een onwijs voorbeeld, die kon Goré Stam brengen. Dat is de keeperstrui waar hij in 1987 meter Youngboys die penalty doorliet, waardoor we uitgeschakeld waren, die eikel. Maar ja, die spullen krijg ik allemaal en dat vind ik hartstikke leuk. Ja, daar kun je steeds naar kijken, even eruit pikken en overal heb je een herinnering. Ja.